Je wint 2-1, maar is het eigenlijk tegen de verhouding in? Nou, ik wil niet zeggen tegen de verhouding. En ik bedoel, ik denk dat wij de goals op de juiste momenten maken, vlak voor rust. In de eerste helft was eigenlijk weinig kansen, er gebeurde weinig. Het ging wel op en neer, maar gebeurde vrij weinig. En we scoren uit de corner dan de 1-0. Na rust denk ik dat we hun in het begin onder druk zetten. En daardoor dwingen we misschien de 2-0 ook wel af. We scoren 2-0, daarna kunnen we doorgaan. Maar dan gaan we iets achteruit lopen, waardoor zij ik denk 4 of 5 echt grote kansen krijgen. Maar daar redt Joost ons gewoon fantastisch een paar keer. En uiteindelijk is het gewoon zwaar kloot dat we die 2-1 tegen krijgen. En uiteindelijk, je wint met 2-1. En er is nog niks aan de hand, bij lange na niet. Maar je gaat met een 2-0 gevoel toch lekker naar zitten dan met 2-1. Waarom druk je niet door bij 2-0? Want toen waren zij toch heel even kwijt. Dat lukte Graafschap dan toch niet. Hoe komt dat? Ja, ik weet niet. Ik denk dat we op twee gedachten denken. Misschien de ene wil liever de bal achteruit en de ander wil meer risico door de bal vooruit te spelen. En daardoor krijg je vertwijfeling. Er zijn al geen afspraken over? Ja, jawel. Het is duidelijk afgesproken op zulke momenten dat iemand dat aangeeft. Maar dat werd op dat moment ook niet aangegeven. En maakt verder ook niet uit. Ik bedoel, we krijgen op dat moment wel de kans voor de 3-0. Die ik zelf ook gewoon moet maken, maar dat doe ik niet. En daarna zakken we misschien een beetje in en krijgen zij zeg maar grote kansen. Kon wel eens een hele dure tegentreffer zijn. Ja, dat zeg je heel goed. Ik bedoel, we hebben 2-0, houden echt de 2-0 heel lang vast, ondanks die kansen van hen. Maar op het moment kregen we een standaard situatie. En ik wil die bal wegschieten en ik klap gewoon door mijn enkel in het gras. Door die bal onder me doorgaat en via de paal tegen zijn hoofd aankomt. Tot slot zal wel spannend worden, hè, zaterdag. Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat we gewoon doorgaan. Ik ben overtuigd. Dankjewel.